gaan we. Welkom, welkom allemaal, welkom kijkers die hier direct vanuit de lancering van ons plan voor een eerlijk en fatsoenlijker Nederland intunen. Ook een welkom aan alle nieuwe kijkers. Dit is de Q&A en jouw kans om je eerste prangende vragen te stellen aan de mensen die ons verkiezingsprogramma geschreven hebben. Ze zijn er niet allemaal vandaag, maar het grootste deel van de commissie is hier wel aanwezig. En ook niet allemaal omdat we dit keer gewerkt hebben met de allergrootste verkiezingsprogrammacommissie ooit. Alle Nederlanders konden de afgelopen maanden namelijk meedenken en deden dat ook massaal via hoekanmorgenbeter.nl. Maar aan alle aanwezige leden van de verkiezingsprogrammacommissie hier in deze chat een bijzonder welkom. Voor de kijkers thuis, misschien is het wel goed als jullie jezelf even kort voorstellen. Dus wie je bent en waar je mee bezig bent geweest in de verkiezingsprogrammacommissie. Bij wie zal ik beginnen? Ik zit te kijken. Richard, misschien kan jij beginnen. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Richard Moti. Ik ben in het dagelijks leven wethouder in Rotterdam. Ik heb daar de portefeuille Werk en Inkomen, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. En ik heb een mooie bijdrage mogen leveren aan onder andere het hoofdstuk werk. Oké, dankjewel. Dan naar Simon. Yes, ik ben Simon, 25. Ik woon in het mooie Lichtenvoorde in de Achterhoek. Ik heb onder meer meegeschreven aan het hoofdstuk onderwijs samen met Marjolein. En ook bezighouden met het onderwerp democratie. Oké, dankjewel Simon. Ga meteen door naar Mariette. Ik zet de geluid nog even aan. Nee, we horen jou nog niet. Ah, daar ben je, Mariette. Yes. Ik ben Mariette Martijn. Ik heb mee mogen dragen aan het onderdeel inkomen en arbeid. En ik werk bij de inspectie SZW en daarvoor als vicevoorzitter van de FNV. Welkom, dankjewel. Julian, wat heb jij gedaan bij de commissie? Yes, ik ben Julian Pussoff, fractievoorzitter in Groningen. En ik heb bij mogen dragen aan het hoofdstuk wonen, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en ook aan cultuur. Oké, dan gaan we gelijk door naar Henk. Hallo, goedemiddag. Henk Nijboer, Tweede Kamerlid, woordvoerder volkshuisvesting en financiën. En over die terreinen heb ik me ook in het bijzonder mogen bezighouden. Super, dankjewel Henk. Voor iedereen die net binnenkomt, we zijn bezig met een voorstelrondje om de verkiezingsprogrammacommissie snel een beetje te leren kennen vast. Ik geef gelijk het woord aan Marjolein. Hallo allemaal, ik ben Marjolein Moorman. Ik ben wethouder in Amsterdam voor onderwijs, armoede en inburgering. En ik heb met heel veel plezier aan het programma meegeschreven, vooral op het hoofdstuk onderwijs en samenleving. Oké, dankjewel. Matthijs, aan jou de beurt. Hallo allemaal, Matthijs van Nieuwels. Ik ben coördinator beleid bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA. En ik heb ook met heel veel plezier meegeschreven aan het programma, vooral op de hoofdstukken zorg en duurzaamheid. Oké, welkom. Dankjewel Matthijs. Dan gaan we door naar Cathy. Ja, goedemiddag allemaal. Cathy Piri, lid van het Europees Parlement. Voor uiteraard de beste partij van Nederland. En daarnaast internationaal secretaris. Dus zal jullie ook niet verbazen dat ik met name mijn bijdrage was met name aan het internationale hoofdstuk van het verkiezingsprogramma. Ja, dankjewel Cathy. Even kijken, wie hebben we nog niet gehad? Jasmin. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Jasmin Segrek, wethouder in de gemeente Heerde en verantwoordelijk voor werk en inkomen en circulaire economie. Ook ik heb met veel plezier mee mogen schrijven aan het landelijke verkiezingsprogramma op het onderdeel duurzaamheid. Oké, dankjewel. Ik geloof, als ik zo om me heen kijk, dat de enige die we nog niet gehad hebben, de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie, is Esther Mirjam. Wil jij je ook even kort voorstellen voor iedereen die jou nog niet net al bij de lancering gezien heeft? Ja, zeker. Welkom allemaal. Ik ben Esther Mirjam Cent. Ik mocht deze hele fijne club voorzitten. En daarnaast ben ik senator, uiteraard ook voor de Partij van de Arbeid. En ben ik hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit.
En verder heb ik met name bij zorg nog wat extra meegeschreven en met het hele programma bemoeid. Maar dat was weinig nodig, want we hadden hele fijne experts en hele fijne samenwerking in de club. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Esther Mirjam. En de vragen die zijn ondertussen, zie ik die al binnenkomen. Aan alle kijkers thuis, welkom in deze live Q&A vragensessie. Voor de mensen die ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland geschreven hebben. Als jij een vraag wilt stellen aan deze commissie, dan kan dat via de website waar je nu naar zit te kijken. Daar zit een knop boven het scherm waar je op kan drukken. Dan kom je in onze WhatsApp hotline. Er is ook een direct nummer waarnaar je kan WhatsAppen, die zie je hier ook boven. En ik wil eigenlijk maar gewoon meteen erin duiken. We hebben een half uurtje de tijd. We hopen zoveel mogelijk van jullie vragen te beantwoorden. Maar ja, waarschijnlijk lukt het niet allemaal, dus laten we er gauw in duiken. De eerste vraag die binnenkwam was van Ondine. Ondine heeft een vraag over de coronacrisis. Richard wilde jouw vraag om die te beantwoorden. Zij zegt, mijn jongste broer, hij is 59, werkte al vanaf zijn 19e als muzikus en hij is zzp'er. Nu heeft hij vrijwel geen werk, gelukkig wel de tozo, maar hoe moet hij van 1050 euro zijn vaste lasten betalen? Erg moeilijk als je geen spaargeld hebt en dus moet hij lenen bij de bank. Als zus kan ik hem gelukkig nog financieel ondersteunen, maar als dat niet had gehoeven, was ik al gestopt met werken. Ik ben bijna 65 jaar. Erg lastig. Hoe moet dit na juni 2021? De coronacrisis die hakt er inderdaad heel hard in. En heel veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. En moeten nu een beroep doen op ons sociaal zekerheidsstelsel. Wat de Partij van de Arbeid betreft gaan de minimumlonen omhoog. En daarmee gaan ook de uitkeringen omhoog. We willen een hoger minimumloon. En er is een koppeling met de uitkeringen. Daarmee gaan ook de uitkeringen omhoog. En zou ook mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt, makkelijker moeten kunnen rondkomen. Daarnaast willen we ook voor zzp'ers, want die verkeren vaak toch in een kwetsbare situatie, willen we minimumtarieven, zodat als ze werk hebben, ze ook geld opzij kunnen leggen voor de moeilijke tijden en zich ook kunnen verzekeren en geld opzij kunnen zetten voor het pensioen. En tot slot, we zien met name in de culturele sector, waar dit voorbeeld ook over gaat, dat heel veel mensen het heel moeilijk hebben op dit moment. En in het programma pleiten we voor meer geld voor cultuur, met name meer geld voor de kleine projecten in de cultuur, zodat ook de kunstenaars een betere boterham kunnen verdienen. En zoals bijvoorbeeld de Fair Practice Code, die we ook van toepassing willen verklaren voor de hele cultuursector. En dat houdt in dat iedereen gewoon een nette beloning krijgt. Oké, dankjewel Richard. De volgende vraag die binnenkwam is een vraag van Jacob. Die heeft een vraag voor Henk over pensioenen. Wat doet de Partij van de Arbeid aan de pensioenen? Er is een nieuw stelsel in de maak, maar het is nog niet operationeel. In afwachting daarvan worden miljoenen mensen gekort. Het gaat nu om de komende jaren waarin de resultaten van de fondsen voldoende zijn om niet te hoeven korten, maar door de kunstmatig lage rekenrente dat wel moeten. Henk. We willen eigenlijk drie dingen doen met de pensioenen, want veel mensen maken zich daar zorgen over. Allereerst willen we dat mensen die een heel zwaar beroep hebben, dat die de mogelijkheid krijgen om eerder te stoppen. De pensioenleeftijd is verder opgetrokken, maar niet iedereen haalt het einde. Het tweede is dat we het fundament onder de pensioenen, de AOW, verder willen verhogen. Dat is toch wel het minimum wat iedereen krijgt. En dat willen we met een aantal procenten ook echt verder verhogen bovenop de inflatie. En derde wat we willen is dat onnodige kortingen worden voorkomen. We hebben het pensioenakkoord getekend, net als de FNV. En dat betekent dat er meer zekerheid over het pensioen kan worden gegeven en onnodige kortingen achterwege kunnen blijven. En dat pensioenstelsel is nog niet ingegaan. En in de tussentijd zullen we steeds bij minister Koolmees erop aandringen om niet al door die kortingen door te zetten. Dat hebben we vorig jaar gedaan en dat zullen we dit jaar weer gaan doen. Oké, dankjewel. Er komt een vraag binnen van Els. Die zegt, hey, wat een mooie lancering, proficiat. Waar vind ik het standpunt over de luchtvaart? En ik zie ook van andere mensen vragen binnenkomen die zeggen, wat betreft luchtvaart ben ik benieuwd wat jullie vinden. Wie zou daar wat over kunnen zeggen? Julian, ik zie jou je vinger opsteken. Yes. Allereerst op de vraag, waar kun je ons standpunt daarover vinden? In het hoofdstuk duurzaamheid staat denk ik onder het kopje 4.5 uit mijn hoofd. Ik kan het bijna dromen inmiddels. Kijk. Kun je iets vinden over de luchtvaart? Maar ik denk dat het ook een mooie vraag is om aan te geven wat wij vooral ook niet doen met luchtvaart, maar wat wij doen met openbaar vervoer en mobiliteit.
Want als Partij van de Arbeid kiezen wij in dit programma echt om in te zetten op een goed en hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk. Dat betekent dat we de regio echt verbinden met snelle verbindingen naar de Randstad. Maar dat we die verbindingen ook graag willen doortrekken naar het buitenland, naar onze buurlanden. En op die manier hopen we ook echt dat de korte vluchten binnen Europa overbodig worden. En dat heel veel mensen verleid gaan worden om met het duurzame alternatief van de trein te gaan reizen. All right, dankjewel. Ria die vraagt, ik mis iets over inclusieve samenleving en het mee kunnen doen van mensen met een beperking. Hoe komt dit terug in het verkiezingsprogramma? Wie zou daar wat over kunnen zeggen? Mariette. Ja, we hebben juist heel expliciet de groep mensen en dat vind je terug, even snel kijkend, op bladzijde 14, het recht op werk voor mensen met een vastgestelde arbeidsbeperking. En we hebben afgesproken dat we vinden dat de sociaal ontwikkelbedrijven terug moeten komen. Dat er een plek moet zijn voor mensen die een arbeidsbeperking hebben om hun werk te kunnen doen. Maar ook de kans moeten krijgen om vanuit een volwaardige uitkering uiteindelijk wel een plek te krijgen in de samenleving. En dus ergens een baan kunnen krijgen, misschien wel in een reguliere, bij een reguliere werkgever. Dus het zit daar zeker in. En juist omdat het een hele belangrijke groep is. Oké, dankjewel Mariette. De volgende vraag die binnenkomt. Oh, trouwens, goed voor mensen die ondertussen zijn ingehaakt. We zitten hier midden in een live Q&A met de mensen die ons verkiezingsprogramma geschreven hebben. De vragen blijven binnenstromen, maar als jij een vraag hebt, dan kan dat hier boven het schermpje zit, als het goed is, een knop waar je direct via WhatsApp jouw vragen kan stellen aan de verkiezingsprogramma-commissieleden. De volgende vraag die binnenkwam was van Volmar en gaat over krimpregio's. Volmar die zegt, of we het leuk vinden of niet, er is sprake van twee Nederlanden. Randstad en de regio. Mijn regio, Parkstad Limburg, kampt al 6 decennia met achterstanden. Alleen hebben wij geen Rotterdamse haven of een Zuidas. Terwijl we hier met 20.000 mensen onder de armoedegrens leven. Wat gaat de Partij van de Arbeid hieraan veranderen? Wie zou daar wat over willen zeggen? Kijk even rond in de groep. Zal ik dat doen? Henk, yes. Ga je gang, Henk. Echt de leefbaarheid op het platteland, in het bijzonder in krimpregio's, staat enorm onder druk. Hè? Ook in Friesland, in Oost-Groningen, in delen van Drenthe en dus ook in Parkstad Limburg. En we hebben echt een heel forse investeringsparagraaf opgenomen voor die regio's. Niet alleen om voorzieningen te behouden, maar ook om werkgelegenheid te spreiden. Bijvoorbeeld het spreiden van rijksdiensten. Hè? Waarom moeten die allemaal in de Randstad staan, terwijl de werkloosheid juist in die gebieden groter is. Dus ik ben echt wel trots op ons onderdeel van het programma die oog heeft voor de krimpgebieden. Daar hebben we echt veel over opgenomen. Oké, dankjewel. Specifiek over Parkstad Limburg. Daar hebben we een tekstje over opgenomen. We hebben een hele mooie pagina, onze plannen voor de regio. Op de website kun je die ook heel fijn raadplegen. En daar zie je dat we een speciaal actieplan voor Parkstad Limburg voorstellen. En ook nog voorstellen hebben voor alle afzonderlijke regio's. Dus ga vooral naar de site en kijk naar de ambitieuze plannen die we hebben voor de regio. Omdat ook die, of juist die, onze aandacht nodig hebben. Oké, dankjewel, Esther Mirjam. Jeetje, de vragen blijven maar binnenstromen. De volgende vraag, ik ga gelijk door, is van Jacques, PvdA-lid uit Tilburg, zegt hij zelf. Hij zegt, de polarisatie in Nederland neemt toe. Wat heeft de Partij van de Arbeid daarop als antwoord? Ja, ik kijk even rond. Wie zou daar iets over kunnen zeggen? Ja. Zeg het maar, commissieleden. Matthijs, zou jij daar iets over kunnen zeggen? Ja, ik denk het wel. Dit is natuurlijk een heel groot probleem. Dus dit komt terug in eigenlijk het hele programma. Dus bij het programma onderwijs willen we investeren in kansen voor ieder kind. Zodat je niet al ongelijk aan je schoolcarrière begint. Bij wonen, daar hadden we het net even over, willen we ook investeren in juist de regio om daar voorzieningen overeind te houden. Zodat die niet op achterstand komen of blijven. We hebben een heel hoofdstuk over de samenleving en hoe iedereen daar zichzelf moet kunnen zijn en eerlijke kansen moet krijgen. Dus dit is
inderdaad een heel groot probleem. Daar hebben we niet één specifiek hoofdstuk, maar dat hebben we in ieder hoofdstuk laten we terugkomen. Dat iedereen gewoon een eerlijke kans verdient en moet mee kunnen doen. En dat we, wat je nu inderdaad dreigt te zien gebeuren met polarisatie, dat we dat heel erg tegen willen gaan. Want wij geloven in één Nederland, waar iedereen met elkaar verbonden is en waar we samenwerken aan een mooie toekomst. Hey, dankjewel Matthijs. Jacques, ik hoop dat jouw vraag daarmee beantwoord is. We gaan door naar de volgende vraag, die komt van Kai. Kai zegt, veel gewone mensen willen dat er allerlei dingen weer netjes en goed georganiseerd worden, in plaats van dat alles om winst draait. Kunnen we die mensen niet de macht geven om het zelf netjes en goed te organiseren, door ze te helpen met het opzetten en stimuleren van burger, huurders en patiëntencoöperaties? Deze vraag gaat dus over de coöperaties. Wie zou daar antwoord op kunnen geven? Ik zie Esther Mirjam knikken. Dat wil ik wel doen. Ja. Je ziet inderdaad, als we de afgelopen jaren bekijken, dat de macht vooral bij de aandeelhouders ligt, bij de grote bedrijven. We hebben allerlei plannen om bijvoorbeeld bij bedrijven de macht meer bij werknemers te leggen. We vinden ook dat vastwerk de norm moet zijn en flexwerk, ZZP-werk de uitzondering, bij piek of bij ziek, maar niet gewoon als standaard. We vinden dat werknemers een deel moeten krijgen als er winsten worden gemaakt. Dat werknemers meer zeggenschap moeten krijgen, daarin ook begeleid moeten worden. We vinden dat op allerlei terreinen die aan de markt zijn overgelaten, de overheid meer regie moet krijgen, maar ook moet kijken met welke partners kan dat plaatsvinden. Kijk naar wonen, wat maar een beetje los is gelaten. We vinden dat er 100.000 woningen per jaar bijgebouwd moeten worden en dat we daar een minister voor wonen voor nodig hebben. En dat we daar ook de woningcorporaties weer in hun kracht zetten door de verhuurderheffing af te schaffen en ze hun werk te laten doen om fatsoenlijke betaalbare woningen voor iedereen beschikbaar te stellen. Dus wederom is het een antwoord dat echt door alle voorstellen heen we zien dat de markt niet de juiste resultaten oplevert. Dat het een doel is geworden, terwijl het een middel moet zijn, maar een middel wat eigenlijk helemaal niet goed werkt. En we doen allerlei voorstellen op de verschillende terreinen om de macht weer terug te pakken en ook mensen samen te laten werken om daar ook een rol in te vervullen. Hey, dankjewel Esther Mirjam. Dan zie ik een vraag binnenkomen over onderwijs. Piet, die vraagt aan Marjolein. Of nou, hij vraagt het niet, hij zegt eigenlijk, ga weer voor het openbaar onderwijs en maak de fout van professor dokter Jo Ritsen weer goed en herstel het leerlingstelsel. Marjolein. Ja Piet, dit programma gaat heel erg voor het onderwijs. Het is echt heel ambitieus als het gaat over onderwijs. We willen veel investeren om ook bijvoorbeeld de leraren een veel beter salaris te geven en betere werkomstandigheden. We zorgen ervoor dat er gratis kinderopvang komt voor iedereen, zodat je ook gelijke kansen hebt vanaf de start. En het leerlingen, ja, dat is een tijd geleden, maar dat is tegenwoordig de beroepsbegeleidende leerweg binnen het mbo. En ook daar investeren we enorm in om te zorgen dat dat ook hele goede opleidingen zijn voor de toekomst, hè, waarbij je een groot deel al in de praktijk doet en een deel op school. Overigens hebben we ook een stage recht erin gezet. We willen dat elke leerling een stage moet kunnen vinden via de school die goede afspraken maakt met het bedrijfsleven, maar ook met de overheid. Want het kan natuurlijk nooit zo zijn dat als je geen stage vindt, dat je daar je opleiding ook niet kan afronden. Oké, dankjewel Marjolein. Dan komt een vraag binnen over gehandicaptenzorg van Ellen. Ellen die zegt, hoe gaan wij ervoor zorgen dat niet alleen het personeel van ziekenhuizen en de thuiszorg extra waardering, zekerheid, zeggenschap over privé en hun werk krijgen, maar ook alle medewerkers in de gehandicaptenzorg? Contracten van gemiddeld 24,5 uur, diensten verdeeld over de dag, dat is voor veel werknemers onhoudbaar en het zorgt voor leegloop. Hierdoor worden de meest kwetsbare mensen nog kwetsbaarder. Ja, Matthijs, wil jij daar wat op zeggen? Ja, het is denk ik een heel groot en goed punt. Want de gehandicaptenzorg dreigt wel eens te worden vergeten, maar dat is natuurlijk gebeurd. We hebben ook in onze eerste bullet over de zorg hebben we staan dat
alle medewerkers in de zorg meer waardering, meer collega's en minder werkdruk verdienen. En daar ook specifiek de gehandicaptenzorg bij genoemd. We denken in tijden van corona vaak aan de ziekenhuiszorg, waar natuurlijk fantastisch werk gebeurt. Maar dit is ook zwaar werk waar echt waar het gewoon tijd is dat deze mensen meer waardering krijgen en dat er ook iets gebeurt aan de werkdruk. Dus het is een heel terecht punt en daarom hebben we het ook zo specifiek opgenomen in het programma. Oké, dankjewel. Nou, ik hoop dat de vraag daarmee goed beantwoord is. Voor mensen die ondertussen intunen, deze Q&A is live met de mensen die ons plan voor een eerlijk en fatsoenlijker Nederland geschreven hebben. Als jij een vraag hebt, dan kan dat via de knop die je hierboven in je scherm ziet. Dan kom je in ons WhatsApp-kanaal terecht. Je kan ook direct het nummer wat ernaast staat een WhatsAppje sturen. En wij proberen zoveel mogelijk van jullie vragen mee te nemen. We hebben nog heel eventjes. Ik pak hier een volgende vraag en die komt van Dave en gaat over de WMO. Dave die zegt, er wordt vanuit het hele kabinet een ontzettend hoge financiële druk gelegd op de lokale overheid met betrekking tot de uitvoering van de WMO. Wat hebben jullie in het programma opgenomen om de jeugdzorg te blijven financieren en sociaal uit te blijven voeren? Wie kan die stellen? Misschien ook aan Matthijs of niet? Ja. Ja, of SMR, maar nee, de WMO is ook erg belangrijk. We hebben daar een aantal dingen staan. Dus we willen het abonnementstarief, iedereen hetzelfde betaalt. Wij vinden dat niet eerlijk, want eigenlijk gaat arm dan voor rijker betalen. Dus dat willen we afschaffen. We willen de gemeente zelf weer de ruimte geven om de tarieven te stellen, waarbij ze dus meer kunnen doen voor lagere inkomens. We willen dat het geld wat ze van hoge inkomens kunnen vragen, dat dat echt ten goede komt aan mensen die kwetsbaar zijn. We willen ook, dat hebben we ook staan, dat iedere gemeente echt een soort van basisvoorziening WMO goed op orde moet hebben. Want je ziet nu te grote verschillen tussen gemeenten in hoe ze dit organiseren. Terwijl het gaat om ontzettend belangrijke zorg. Ten slotte over de jeugdzorg. Daar willen we echt iets doen aan de wachtlijsten die je nu ziet. Dus daar moet gewoon ook meer geld naartoe. En we willen zorgen voor meer capaciteit en we willen ook af van de aanbestedingen in de jeugdzorg. Je ziet dat nu tot hele rare praktijken leidt, waarbij gemeenten eerst moeten aanbesteden in een soort van marktwerkingsgedachte van daar komt de beste producent van jeugdzorg wel langs. Nou, dat werkt natuurlijk niet zo, dus daar willen we van af. We willen dat echt weer dichter naar de gemeente toe brengen en zorgen dat er iets gebeurt aan de wachtlijsten daar. Oké, dankjewel Matthijs. Ik zie hier een vraag binnenkomen, weer een heel ander onderwerp. We gaan echt van het ene naar het andere onderwerp. Deze vraag is van Harm en die gaat over daklozen. Harm die vraagt wat te doen aan de daklozen in Nederland die door de sociale dienst in de steek zijn gelaten. Ik kijk even om me heen. Aan wie kan hij die vraag het beste? Zal ik hem proberen te beantwoorden deze? Ja, dat is goed, Julian. Dankjewel. Ja. Nou ja, we zien natuurlijk dat in de afgelopen jaren de dakloosheid echt enorm is toegenomen. Dat is een groot probleem. Het betekent dat we ervoor moeten zorgen dat in de eerste plaats natuurlijk iedereen gewoon een betaalbare woning heeft en gewoon de huur weer kan betalen of een koopwoning kan krijgen. Dus we hebben een heel ambitieus bouwprogramma en een heel ambitieuze voorstellen om voor mensen wonen weer betaalbaar te maken. Dat is één. Het tweede is dat we ook huisuitzettingen zoveel mogelijk willen voorkomen. En het derde is dat op het moment dat je dakloos bent geworden, wij zeggen dan is het eerste wat je nodig hebt is een dak boven je hoofd. En daarom gaan wij ook voor housing first, zoals dat heet in ons programma. En dat betekent dat op het moment dat je dus dakloos bent, als eerste een dak boven je hoofd krijgt. En dat we dan gaan kijken van wat is er nodig om eventuele schulden af te betalen, welke zorg heb je nodig en noem maar op. Maar je mag in ieder geval niet op straat blijven staan. Nou, een heel duidelijk antwoord denk ik. Dankjewel Julian. Dan heb ik hier een vraag speciaal voor Mariette, van iemand die ook Mariette heet. Mariette zegt, die heeft een vraag over problemen rond contracting moet ik zeggen. Vanuit de FNV zien we dat contracting, waarbij op loonkosten wordt geconcurreerd, een probleem is dat we vanuit de vakbeweging alleen niet kunnen bestrijden. Ik hoop dat jullie in het verkiezingsprogramma hebben opgenomen dat er wetgeving moet komen om deze ongewenste en ondermijnende vorm van contracting tegen te gaan. Daar hoop ik zondag wat over te horen. Zij is benieuwd wat jij daarop te zeggen hebt, Mariette. Ja, contracting zelf. Contracting is een vorm van onderaannemen van werk waarbij eigenlijk
de rechten van werknemers een beetje omzeild worden. En dat is de strijd die de FNV volgens mij al een hele tijd aan het voeren is. De contracting zelf staat niet expliciet genoemd, maar we hebben wel opgenomen dat we vinden dat in de wet geregeld moet worden dat overal gelijk beloond moet worden op dezelfde werkplek en ook de loonkosten gelijk gesteld moeten worden. En dat er ook geen afwijkingen meer mogelijk zijn via een cao bijvoorbeeld. Dus op het moment dat we die gelijke beloning op die manier helemaal gelijk trekken, denken wij dat we ook contracting als ontduikingsconstructie kunnen verbieden, voorkomen in de toekomst. Oké. Okay. Nou, Mariette, ik hoop dat Mariette je antwoord op de vraag gegeven heeft. Dan heb ik hier een hele andere vraag weer, die was bedoeld voor SMR Cent van Ria. Ria zegt, wanneer een Kamerlid uit de partij stapt, dus dit gaat over het verlaten van een politieke partij, kan het dan niet wettelijk zo geregeld worden dat die zetel gewoon bij de partij blijft? Dat kan, maar daar is een grondwetswijziging voor nodig. We hebben er niet voor gekozen om dat in het programma op te nemen. Wij vinden het ook een beetje Haagse navelstaarderij. En we hebben juist een programma willen schrijven voor de mensen in het land. En nu is het al wel zo dat als een lid uit een fractie stapt, dan krijg je minder ondersteuning, minder spreektijd. Dus er staan al wel wat straffen op. En verder hebben wij vooral in ons programma de lijn gekozen. Wat willen de mensen nou op het terrein van arbeid, zorg, onderwijs, wonen, duurzaamheid? En hebben we daar onze volle energie in gestoken? Oké, dankjewel, Esther Mirjam. Hey, hier komt een compliment voorbij. Thomas die zegt, hey, wat een goed format. Ik voel me enorm geïnformeerd. Dank jullie wel. Dus dat is even een compliment aan jullie allemaal hier in de Q&A. En dan gaan we gelijk door naar de volgende vraag. Ik moet ook zeggen, iemand tikt mij op mijn schouder, dat we niet zo heel veel tijd meer hebben. Dus er is ruimte voor nog 2 of 3 vragen. Dus als je een vraag hebt voor de mensen die ons verkiezingsprogramma geschreven hebben, doe dat dan nu gauw nog. Dat kan via de knop hier boven het scherm waar je de livestream aan het kijken bent. De volgende vraag is van Kees. Kees die zegt, als kleine Zaanse gemeente is het niet gemakkelijk om alle gemeentelijke taken goed uit te voeren. Daarbij voelen we een zekere dwang om te fuseren met andere gemeenten. Daar is weinig begrip voor. Wat is het PvdA-standpunt hierover? Kijk even om me heen of er iemand is in de commissie die best die vraag kan beantwoorden. Henk. Nou, we zitten heel veel wethouders en raadsleden. Dan vraag je tot de Kamer. Ik wou zeggen, nou, ik zag jou knikken. Ik wees naar de chef en naar de collega's. Maar ik kan er wel iets over zeggen, hoor. Wij vinden echt dat het aan gemeente zelf is. We vinden wel dat gemeenten veel te weinig geld hebben nu om hun taken uit te voeren. En dat betekent dat heel belangrijke voorzieningen zoals bibliotheken, zwembaden, dorpshuizen onder druk staan. En we trekken daar fors meer geld voor uit. Want dit kabinet laat echt die publieke voorzieningen onder druk staan. En die dreigen te verdwijnen in dorpen en wijken. Oké. Okay. Dankjewel. Ik zit even te zoeken naar de volgende vraag. Die kregen we binnen van... Oh, die was ook aan Henk. Henk, dus je kunt je microfoon nog even aanlaten. Vraag van Ron. En die gaat over de financiering van dunbevolkte regio's. Een van de meest belangrijke zaken zou een andere of betere financiering van dunbevolkte regio's moeten zijn. Zeker grensregio's waarin het onderwijsveld weglekt. Wat heb je daarop te zeggen, Henk? Nou, eigenlijk een beetje dezelfde vraag als die vraag over krimpregio's. Hè? Wij vinden dat leefbaarheid en voorzieningen voor iedereen een recht in Nederland. En niet alleen maar dat je bij een stad kunt wonen en dat het dan maar geregeld moet zijn, maar als je in de regio woont dat het vergeten is. En dat zit eigenlijk door het hele programma heen. Dat gaat van goed openbaar vervoer voor iedereen, voor ziekenhuiszorg in de buurt, voor aanrijdtijden, waar Esther Mirjam Sender bij de presentatie ook al het een en ander over zei, tot investeren in werkgelegenheid. Dus dat is ons hele programma is ervan doordrongen. En dat geldt natuurlijk ook voor de verdelingen naar gemeenten. Ook kleinere gemeentes moeten hun voorzieningen op peil kunnen houden. En dat is nu niet het geval. Oké, Henk. Dankjewel. Hier komt nog een vraag binnen van Lee. De ene laatste vraag voordat we deze sessie gaan afsluiten. Lee die zegt tegen Esther Mirjam Cent.
Ik heb een vraag over de WMO. Ik ben benieuwd wat er in het definitieve verkiezingsprogramma staat over het abonnementstarief in de WMO. Want daar is hij het niet mee eens met dat tarief. Esther Mirjam, heb je daar wat over te zeggen? Nou, wij ook niet. Matthijs heeft het net al bij een andere vraag aangegeven. Het abonnementstarief betekent in feite dat je geld van arm naar rijk doorsluist. Nou, als er één ding is wat we niet willen, is dat wel. Dus vandaar dat we het abonnementstarief in de WMO afschaffen. Oké. Dankjewel, Esther Mirjam. Ik ben aan het kijken naar de laatste vraag die binnenkomt. Dat is dan moeilijk, hè, om er één te kiezen uit al die vragen. Misschien nog een vraag, een internationale vraag. Ik heb Cathy nog kort aan mijn hart. Een mooie paragraaf over internationale solidariteit. Als daar nog iets over is wellicht. Ik zit ook te kijken. Ik zie hier nog een vraag gericht op... Ja, dit is een vraag van Cathy. De vraagsteller is Ruud. En Ruud die zegt... drijven wij niet te veel handel met Iran? Kiest de Partij van de Arbeid voor handel met dit land en met welke betrekkingen dan? Cathy. Nou, bedankt voor de niet makkelijke vraag, Ruud. Ja. Het is natuurlijk zo dat we jarenlang sancties hebben gehad tegen Iran. En met name natuurlijk om te voorkomen dat dat land ook daadwerkelijk een nucleaire bom maken. Nou hopen we hebben deze week de Amerikaanse verkiezingen, dat we hierin samen straks met president Biden weer kunnen optrekken om te voorkomen dat Iran zo'n nucleair wapen gaat ontwikkelen. En in ieder geval staat in ons verkiezingsprogramma heel specifiek dat de Partij van de Arbeid wil dat alle massavernietigingswapens de wereld uitgaan. Oké, dank je. Ja, dat is dan een hele lastige vraag zo om nog even mee af te sluiten. Hey, de tijd is ondertussen voorbij gevlogen en wij moeten alweer gaan afronden. Ik wil ten eerste alle kijkers bedanken voor alle vragen die binnengekomen zijn. Er zijn er nog veel meer dan we hier hebben kunnen beantwoorden. En mij is gevraagd daar nog wat over te zeggen. Want gelukkig, als je nu dacht van, ik wilde nog wat vragen, maar ik kwam er niet aan toe. Er is nog heel veel kans om verder te praten met deze mensen. In aanloop naar ons verkiezingscongres in januari kun jij namelijk je stem laten horen en het definitieve verkiezingsprogramma samen met ons gaan vaststellen. Dat kan de komende week in 7 themabijeenkomsten maar liefst, die we tussen 3 en 11 november organiseren voor Partij van de Arbeid leden. Je moet je even op onze website kijken, want op ieder onderwerp van het verkiezingsprogramma kun je dus in de komende week een avond lang met de commissieleden die daarover geschreven hebben in gesprek. Weet dan ook dat er eind november door alle gewesten weer voorcongressen georganiseerd worden. Daar gaan leden met elkaar in gesprek om hun gedachten te scherpen over het programma. Maar dat is ook de plek waar je kan nadenken of jij misschien een wijziging in het programma wil maken met een amendement. Of iets wil toevoegen aan het verkiezingsprogramma in de vorm van een motie. Hou de agenda op partijvandearbeid.nl in de gaten. En vraag je eigen gewest wanneer bij jou het voorcongres plaatsvindt. En als laatste, de online ledenkamer is vanaf nu geopend. En daar kan je vanuit huis zelf moties en amendementen indienen op het programma. En ook die van andere leden steunen. De moties en amendementen die de allermeeste steun krijgen, die worden uiteindelijk doorgezet ter bespreking op het congres. Dus dat is wat je als lid kan doen de komende tijd om jouw stem te laten horen in het verkiezingsprogramma. Dan kijk ik nog zo even digitaal om me heen. Naar alle verkiezingsprogramma-commissieleden, heel hartelijk dank voor jullie antwoorden. Dan gaan we hiermee de Q&A afsluiten. Dus ik zwaai in ieder geval even de camera in. Zeg dag allemaal. Tot de volgende. Dag. Dankjewel. Tot ziens. Joep.